welkom. Leuk dat u kijkt. Eindelijk weer een gloednieuwe aflevering van Rode Pokémon Meester. Zoals jullie waarschijnlijk hebben gemerkt, is afgelopen week geen video online gekomen. En is ook deze video te laat. Als het goed is, komt deze video op zondag online. En ja, dat is wel echt ontzettend balen, jongens. Vorige week kon ik gewoon niet uploaden omdat ik geen weekend had. Ik had een weekenddienst en ik moest werken in het weekend. Dus ik had geen vrije dagen om een video te maken. En afgelopen donderdag wilde ik hem uploaden. Alleen op mijn kamer hebben ze de internetkabel doorgesneden. Die ik van mijn kamer naar beneden naar de modem heb lopen. Die loopt via buiten en hebben een paar random gasten hebben die doorgesneden. Dus daardoor zat ik ook zonder internet en kon ik hem niet uploaden. Dus ja, jongens, hier kan ik maar één ding op zeggen tegen jullie. I would like to express my and repeat regret and apologies. Ik ga vanaf nu stinkend mijn best doen om te zorgen dat iedere donderdag gewoon om 5 uur weer de video online komt. En om het goed te maken heb ik vandaag een van de allerdikste sets van Pokémon, namelijk Hidden Fate, zoals jullie zien. En niet zomaar een blik, nee, dit is meteen het Charizard blik met die hele dikke promo kaart erin. Dus we gaan snel beginnen. Even kijken, ja, ondanks dat ik niet heb geüpload, zijn er wel ontzettend veel nieuwe abonnees erbij. Dus welkom allemaal, super vet dat jullie mij komen volgen. Ja, en ik probeer dus iedere week een video te uploaden. En zoals jullie hebben gemerkt, gaat dat niet altijd goed. Maar blijkbaar moet ik vaker niet uploaden, want mijn kanaal is nooit zo snel gegroeid, dus dat is wel geinig. Even kijken, en hier is hij dan. De Charizard promo kaart. Even kijken of we die op een mooie manier eruit kunnen halen. Ik haal heel veel dingen wel uit. Net pindakaas gegeten, dus. En het is hem dan, de Charizard GX, een ontzettend vette promo kaart. De tweede Charizard in mijn collection en man, 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 tot nu toe heb ik wel de twee hele mooie. Ik ga deze snel sleeven. Hatsakadee. De eerste vette kaart van deze aflevering is al binnen, dus dat is mooi. En dan gaan we nu kijken naar de pakketjes. Ik heb eerst nog een promo kaart voor jullie. Moet ik hem wel goed houden. En dit zijn dan de 4 Hidden Fates pakketjes die in dit blik zitten. En Hidden Fates is echt een van de populairste sets van Pokémon op dit moment. En we gaan vandaag hopelijk meemaken waarom. Ik ben ontzettend benieuwd. Het is de eerste keer dat ik Hidden Fates openmaak. Dus laten we snel beginnen. En daar zijn we dan. We gaan beginnen met de opening. Maar eerst een mededeling, want we hebben meer dan 50 abonnees. Maar liefst 57 abonnees op dit moment. Echt, ik ben er zo blij mee. Superleuk dat jullie allemaal kijken. Dat maakt het voor mij nog leuker om de video's te maken. En zoals ik had beloofd, bij meer dan 50 abonnees gingen we een giveaway doen. Dus bij deze, ik ga dit weggeven, namelijk een Darkness Ablaze Sleeved Booster. Ook een ontzettend vette set. Met natuurlijk de Charizard VMAX erin. En deze ga ik aan één van jullie weggeven. Wat moet je doen? Je moet de video liken. Je moet geabonneerd zijn. En even een comment achterlaten. Ik kies random een comment. En dat is degene die wint. Je moet dan natuurlijk wel geabonneerd zijn. En degene die ik kies, die ga ik niet aankomende video, maar de video erop bekendmaken. Dus wil je deze Booster Blister winnen, liken, abonneren en reageren. En dan gaan we nu verder met de Hidden Fates opening. Ik ben echt ontzettend benieuwd naar hoe dit gaat. En de reden dat Hidden Fate zo vet is omdat er een subset in zit. Een shiny subset waarvan heel veel van de Pokémon's in shiny vorm erbij zitten. Goed, en dit is dan de eerste codekaart van Hidden Fate voor jullie. Als u. Dan gaan we meemaken of ik het goed heb gedaan zo te zien wel. We beginnen namelijk met een Fairy Energy. Fairy Energy zit helaas niet meer in Sword and Shield. En dan hebben we een Brock's Pewter City Gym. Giovanni's Exile. Dan Koga's Trap, Cubone, vervolgens een Geodude, dan een Eevee, Jigglypuff, Koffing, oh en een Reverse Holo Charmander, dit is een wel vette artwork. En dan meteen een Reverse Holo, dus dat is wel nice. En dan de eerste rare van deze video, Hey, maar hier word ik niet echt vrolijk van, moet ik zeggen. Ik kan veel beter, jongens. Oké, bij deze is het dus niet zo dat je sowieso een holo hebt. Ik dacht dat wel even, omdat dit ook een holiday set is. Maar we beginnen dus met een normal rare Electrode. En dan gaan we door met het volgende pakketje, de Mew. Ja, dan zitten hier zoveel vette kaarten die je kunt packen. Je hebt sowieso die hele shiny subset. Al die kaarten zijn eigenlijk wel vet om te packen. En dan heb je ook nog een hoop GX'en in shiny versie. Je hebt ook nog een shiny Charizard, geloof ik. Die ook veel centen waard. Dus daar gaan we naar op zoek. Codekaartje. En dan gaan we weer een Darkness Energy. Giovanni's Exile. Dit is trouwens ook niet zo'n grote set qua normale dingen. Er zitten 68 kaarten in. Maar je hebt dus
nog eens iets van 60, misschien wel meer kaarten van die shiny subset. We hebben weer de Brock's Pew City Gym. We hebben deze nu al dubbel. Heel toevallig dat we die achter elkaar krijgen. Dit heb ik ook al gehad. De Koga Strap. Dan de Caterpie. Paris. Vervolgens een Ekans met een mooie regenboog op de achtergrond. Dan Psyduck. Staryu. We hebben een Reverse Holo Eevee. Wow, dit is wel echt een super vrolijke artwork. Met heel veel andere Pokémon's ook op de achtergrond. Heel nice. En dan de Rare. Wordt dit de eerste Ultra Rare? Oeh, nee, helaas. Weer een Normal Rare. Helaas, pindakaas. Een Butterfree. Dit vind ik ook wel een leuke Pokémon hoor, die Butterfree. Nou, tot nu toe beginnen we niet heel spetterend. We bewaren natuurlijk de Chinese Charizard pakketje voor het laatst. En we gaan nu door met de Mewtwo. Kijken of we hier wat moois uit kunnen pakken. Codecard nummer 3 voor jullie. En dan gaan we Metal Energy. Sabrina Suggestion. Dan hebben we de Chameleon, dit keer niet Reverse Holo. Dan een Mystic Determination. De Magikarp, dit is ook wel geinig, echt cartoonachtige artwork. Dan Staryu. Hebben we een Voltorb. En een Pikachu. Kijk, dit zijn allemaal zulke vrolijke kaarten, dat is wel echt mooi. Ik denk dat dat ook is waarom deze set zo populair is. Dan hebben we de Jigglypuff. Oh, ja ja, onze eerste shiny en wat voor eentje in Riolu. Hoe vet is deze joh? Wow. Wauw. Dit is echt gaaf. Ik snap nu al gewoon waarom deze set zo populair is. Ik wil deze ook sowieso vaker gaan openmaken. Want kijk even jongens. Dit is wel heel mooi. De shiny Riolu. En dan zit er ook iets moois achter. Dan hebben we double hits. Oeh. Nee, we hebben wel weer een normal rare. Een Kangaskhan. Maar kijk dit even. Hier ben ik wel echt blij mee. Top, ik kan die set nu al aanraden. En dan zijn we alweer aangebroken bij het laatste pakketje. De Shiny Charizard. Zit er ook een Shiny Charizard in? Daar ga ik helemaal los, denk ik. Die kaart is echt kapot veel geld waard. Niet dat ik hem dan zou verkopen hoor. Die gaat hem gewoon mooi in mijn eigen collectie. Codecard voor jullie. En dan gaan we het allerlaatste pakketje van deze video alweer. We beginnen met een Darkness Energy. Dan een Metapod. Een Jinx met een knipoog. Dan Magmar, vervolgens een Ekans, Koffing weer, dan hebben we de Paris, Cubone, dan Voltorb en dan komen we nu bij de Reverse, dan hebben we weer iets speciaals. Oeh, wel een vet, oeh, dit is ook een Reverse Holo Rare, kijk dat is mooi. Reverse Holo Rare Snorlax, ook weer een mooi artwork. En dan, de laatste Rare van deze video, is het een Ultra Rare, die moeten we eigenlijk nog wel pakken. 3, 2, 1. Oeh, ja ja, we hebben een Raichu GX. Dit is ook wel een mooi spul, Lorray. Toch nog een Ultra Rare te pakken gekregen in deze box. Dus dat is top. Volgens mij is dit wel een van de mindere GX kaarten uit deze set. Helaas geen Shiny dus, maar wel gewoon weer een Ultra Rare. En we hebben die Shiny kaart. Dus dit is top. En deze Raichu verdient uiteraard ook een mooie sleeve. Had Flatsy. Goed opbergen die hap. Daar is hij dan. En dan ga ik nu alles weer op een rijtje zetten voor jullie. Dit zijn ze dan, de pools uit deze video. We hebben natuurlijk de Charizard GX promo kaart. Een hele vette. En we hebben de Shiny Riolu gepoeld. Samen met de Raichu GX. Ja, echt hele goede pools in een blikje van 25 euro. Dus zeker het geld waard. En ik hoop dat ik er nog meer kan krijgen. Want dit vond ik wel echt een superleuke opening om te doen. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te kijken. Geef dan zeker even een klets op die like knop. En wil je nou die sleeved booster blister van Darkness Ablaze winnen? Geef dan een klets op de like knop. Abonneer. En laat ook even een reactie achter. En dan zie ik jullie donderdag. Donderdag komt de video online die ik al opgenomen heb. Dus daar zeg ik misschien iets in wat hier al besproken is over de giveaway en zo. Maar verder is dat wel een hele leuke opening. Dus zorg dat je er dan bij bent. En dan zie ik jullie dan. Houdoe!